Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie een aantal hamster do-it-yourselfs laten zien. Helaas heb ik geen filmpjes meer over hoe ik de speeltjes maak, maar ik heb ze wel uitgebreid kunnen testen en daarom zal ik ook jullie vertellen hoe dat is gegaan. Ik begin eerst even met iets anders dan een speeltje. Dit is namelijk een flesjeshouder die je kan gebruiken in een kooi zonder tralies. Je kan hem natuurlijk ook neerzetten in een kooi met tralies, maar dit zorgt er dus voor dat je flesje niet kan omvallen. Ik heb het gemaakt door een gaatje in een wc-rol te maken op een beetje ongeveer de juiste hoogte, zodat het flesje erin past. Dit is een laddertje dat ik heb gemaakt zodat Coco meer kon klimmen in zijn kooi. Het is alleen een beetje mislukt, want ik heb hier meeloplossing gebruikt als lijm. Alleen dat at hij natuurlijk op en het is niet de bedoeling dat hij het karton ook opeet. Dan heb ik hier ook nog een super simpele do-it-yourself. Dit is namelijk gewoon een gepimpt wc-rolletje dat Coco kon gebruiken als tunneltje. Dan heb ik nog een aantal andere kleine do-it-yourselfs, maar die ga ik in een andere video verwerken. Want dan ga ik een groot speeltoestel voor Coco maken. Dan zijn we nu alweer aan het einde van deze video. Ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Laat vooral ook even in de reactie een aantal tips en tops achter, zodat ik weet wat ik kan verbeteren en waar ik nu goed mee bezig ben. Abonneer meteen ook even, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video!